Een drietal gewone barbecues. Daar bedoelen we mee, dit zijn de barbecues zoals je ze in Abruzzo ook overal tegenkomt. We hebben de kleine variant en dat is, we noemen het maar meer de lounge variant. Waarbij je al loungend allemaal zinzine kunt maken. Daarnaast het standaard model, waarbij we 40 stokjes rustig hierop kunnen leggen. Naast de meest gebruikelijke variant hebben we ook de luxe variant. Het voordeel van de luxe variant is in het feit dat hij wat hoger staat. Altijd wel fijn voor de wat grotere Nederlanders onder ons. En dat we gebruik kunnen maken van een starter. En daarnaast hebben we ook een handige voorraadplank waar je ook nog eens wat spulletjes kunt zetten. En nu ga ik even demonstreren hoe we hem aan moeten maken. De starter. Bij de luxe barbecue is een opgezette starter toegevoegd aan de barbecue zelf. De deksel. De kolen gaan vervolgens hierin. Vervolgens zit hier een plaatje wat je eruit haalt op het moment dat de kolen klaar zijn. En vervolgens kun je de kolen verspreiden over de rest van de barbecue. Verder is nog belangrijk dat we deze pin kunnen gebruiken om dit weg te halen zonder dat je je vingers verbrandt. Goed. Ik ga nu de houtskool toevoegen aan de starter. Goed, het enige wat we nodig hebben zijn de aanmaakblokjes. Vervolgens steek je de aanmaakblokjes aan. En in no time hebben we een lekker vuurtje.